door uw gevoel naar boven nodig. Jeugdprins Maldijs van Uursen. Dan jeugdraad Prins Matthijs van Uursen en de groeteraad Ier van Sprank. Dansofficier Jarno. Kapel Butemans alsjeblieft. Natuurlijk ook een bedankt alvast de chauffeurhand en hartelijk welkom voor de muzikale leiding, de muzikale uplisting van deze middag, de Bergwijder muzikanten onder leiding van de Ludo. Met allerbelangrijkste op een zitting, dat is het publiek en dat ze hier allemaal nog van harte welkom op deze kinderzitting. Verder voor jullie beginnen moeten we nog een aantal plichtplegingen nog doorgeven. En om dat te doen wil ik aan het woord geven aan onze jeugdcoördinator Maurice, kom even naar voren. En ik wil nog even vermelden. We zijn gisteren bij de Kemeleers in Wien geweest. We hebben Maurice de hoogste onderscheiding van Wien gekregen. En dat is omdat de 211 wel die belagers is binnengehaald. En dat is nog wel een applausje van u, hè? Dank je, Jos. Ja, drie kinderen terug om uitje. We gingen hier zijn. Isa, David, dan even een paar stemmen verder. Dan moet ik even een minuutje. Applaus, alsjeblieft. Maar ja, zo kennen ze natuurlijk niet net als met Johan, de zeerige maken. Prins Anders, dat is de eerste taak van deze middag. Zet de kinderen hun muts op, zodat ze binnen gehoord worden en samen met ons de ganse middag en de ganse kamer van ons pas een plezier kunnen maken. Aan die gaan de taak. Salut! Salut! Salut!
plaats om te beginnen aan de zitting. Mocht ik vragen aan de leiding van de muzikanten Dino van de Pietermars. En dan kent de jeugdhoofd de pretstaanders plaatsnemen. En ook Prins Matthijs Leursen, die gaat op hier zitten om een beetje in de gaten te houden. En dan vraag ik aan de goede hoofd van 11 naar onder te komen onder begeleiding van de adjudant Stam. Kinderzetting van 2015 ter ere van onze jeugdprins Lenders Reusje. Die hier is avond, het is midden geen aftreien. En dat is een voordoen aan de kinderen, hoe allemaal voor is deze middag. Mag ik u voorstellen aan onze drie presentatrices Jacqueline, Noor en Sam.
Frank en
zijn dansers. Thank you.
in ramp met de derde klas van het VMBO. Vier moeten beter opletten. Van het Vincent van Gogh College gingen van Molde naar binnen. Onder leiding van onze klasseleraar van de derde klas, meneer Joep. Hij heeft geschiedenisles. Meneer Joep, hij zei altijd: jongelui, de geschiedenis herhaalt zich. En het klopt, want op de tweede klas hebben we mogen les geschiedenisleraar. Meneer Joep, via nummer normaal die de trummelke. Nee, dat had hij een doorzichtig bot van met trummelke bij zich. Ze heeft er midden of verkum of geint. Nee, geef altijd heel gemeen proefwerken. Bijvoorbeeld, winbaar Willem van Oranje. Ja, hij geaind won de een of andere keeper van het Nederlands elftal. Ramfout of hoe werden het verdrag van Maastricht ondertekend? Hij heeft gezag rechts zonder. Fout! Vreugd aan de klas. Jongelui, wat werd Geer over Vincent van Gogh? Steek je de vinger op. Zit daar eens in de linkerkant maar één oor. Vergedaag volgt er nog. Quinn. Let's do where Napoleon is. Ik zeg geen idee. Zet er, dan moet ze beter opletten in de klas. Manke. Zeg meneer Joep, weet je waar Ruud Bakker is? Zet er, geen idee. Zeg dan moet ze beter opletten op die vrouw. Manke. Kort om een lange briefje met de hoes voor papa man. Quinn bemoeit zich met zaken die hem niks aangaan. Geer oortekent retour. Hij pap op achterkant geschreven, dan kent Geer zijn man nog niet. Oortekent Hans. Maar op maandagmorgen vertrokken we met 30 jongens en meisjes met de eerste trein om 6 uur. Klein OV-chipkaart voor de ganse groep. Super aanbieding. Maar wel goed opletten. Samen in en samen uitchecken. Om 2 minuten over 6 komt de eerste trein. Meneer Joep de keek en hij riep: jongelui, niet instappen. Zeg meneer Joep, laat ons die trein toch maar pakken. Ook al stuit dan die derde klas op. En de reis kan beginnen. Op een stuk Joris Meganen zit. Wat is dat voor een rode handel daar boven? Joris Judokus. Dat is nu de grote concurrent bij het spieken. Ja, je spiek elke keer van de wisselwerker. Dit jaar is Joris hem gewonnen. Die heeft een verslag van de 80-jarige oorlog op de binnenkant van Zilanzi geschreven. Nee, Joris Judokus. Ik moet daar niet. Dus ik zeg, Joris, als ze door een tricks, dan kan ze zich lekker een deutje chips bestellen. Dus de Joris, die springt op, trekt aan die noodzaam en met vol spektakel stopt de trein. Kunt als een man in uniform met zo'n grote rode kop aangerennen. En zijn wij met aan die noodrem getrokken. Zegt Joris, ik ga hier een tuintje chips. Nou, zegt een keertje slipper, dat geeft dat een duur tuintje chips voor de gweren. 180 euro. En de reis ging verder. En Joris, daar was de ramp vanaf. Eenmaal aangekomen in Luik, stiek door de Belgische bus. Bouillon 1960. Type Pierre Duwig al knor. Joris, jij weet wel, zo'n toebelbus met een trekhok in de vuurkant. Gelukkig zijn die bus een open dag. Anders zijn hij voor toch nooit met z'n allen ingepast. Iedereen zo starten, meneer Joep een busje. Brom, brom, brom. Ik ging
bagage. Iedereen roert, verlossen de koffer maar een handje uit, want alles dan passen het nooit. Nee, Joep staat opnieuw die bus. Brom, brom. Zit hem in de achterhoed, koud pijn. Midden in de politiewagen. De police stond jong, arrogant, man gestapt op meneer Joebaar. Hij zei, Adel, en voor het rijden is meneer vast en zeker niet op geweest. Zei meneer Joep, duk zoals jij. De police kiekt die bus in, Zuid-Oost-Krasette wie heringen in een ton. Vreugde aan meneer Joep, en waar komen zij dan vandaan? Zei meneer Joep, uit Sardinië. Ze zei de police nog, voor uw eigen veiligheid moet je de bus hiermee schoonmaken. En hij gooit meneer Joep een fles Chlorix. Zei meneer Joep, maar hoe is dat dan groot vuur? Zei de police, amai professor, dat kun je toch lezen op het etiket? Chlorix voorkomt iedere aanslag. En laat in de middag komen we aan die jeugdherberg De Puy. Oftewel in het Nederlands, De Buis. Nu we alles goed die bus gelaaien haaien, trok meneer Joep op ons heel wit weg. En hij stamelde. Ik ben vergeten hoe te checken. Dus weer alles die bus ingelaaien en terug naar Luuk. Goed gecheckt en Luuk weer alles die bus in en dan gingen we weer. Aangekomen bij de buis, snel alle spullen op de kamer gezakt, want de eerste activiteit stond al op het programma. Verzamelen voor een bosspel. Dieren geleiden. Er werden 12 leraar in de bos goed gezet en die moesten dan een beest mogen doen en veel moesten die dan met z'n allen gaan zoeken. Meneer Joep, daar was een hond. Kinderen geur stellen. Midden in een bos. Piek duister. Op een tekstje. Hogert, 20 kilo. Meneer Joep. Nu wilt het toeval. De plaatselijke jagersvereniging, de hertenjagers, een riolijkse driefjag, net op dat moment in hetzelfde bos haaien. Nadat meneer Joep 3 keer roekoe heeft geroepen, hebben we dan niks meer van hem gehoord. En natuurlijk zijn we met z'n allen door meneer Joep gaan zoeken. Zeker tot 3 jagers op zijn hoogste zitten, die zoeten mij vol in het leeg. Eén ding wegwezen. En toen maakte ik blijkbaar de grootste fout van mijn nog jonge leven. Ik draaide mij om. Ik hoop dat ik over 2 maanden weer gewoon kan zitten. Gelukkig was er een enorm onweer aan de gang en bliksemde het flink. Ja, lang is een haai voor meneer Joep niet eens gevonden. Hij was maar 1 keer geraakt door de jagers. Aan een oor. En door een stingerman. De allesweiter van het Vincent van Gogh College. Zie ik zoiets van meneer Joep, de geschiedenis herhaalt zich. En iedereen verlangde nog eens een beetje. Komen we aan de buis, stuit ons zonder joekel van een haan voor de deur. Zit we de thee, zegt meneer Joep. Jongelui, de haan maakt u morgen vroeg wakker. Ooit zit ons in de maar op 9 uur. De volgende morgen, ik hoor de kerkklok 9 uur slaan, ik stoot de haan aan. Kekkekeke! En nog een beetje een puntje jump op het programma. Ha, geweldig! Stegen we op een rots van 40 meter hoog, een tuusje op en springen maar. De
eerste springen was Joris die dood is. Kwak. Dat loopt er. Joris, een vaal ik hem net met de rest van het programma. Met twee gebroken benen kan ze goed eenmaal niet zwemmen. Joris moet de lekker mondkaren. En s'avonds hij voor kampvuur. En meneer Joep, daar hij ons op het hert geduwd. Dat vuur werkt absoluut voor pooieraars. Jor, we hebben ons even goed toch geamuseerd. Is je trouwens dat een campinggaasfles ontploft als je op kampvuur hoort? Van waar misschien te komen dat dit geen geschiedenisles moet krijgen. Doet dat het rol van meneer Joep weer een beetje is bijgeruid. En nog een korte nachtrust. Oh, gelukkig. De trucreis. Wie alles en iedereen in de bus hoort, gooit meneer Joep nog een heel indrukwekkende toespraak. Jongelui. Van Groen. Nou, die bus en Luc netjes geparkeerd. Verzond ze nog maar nauwelijks in een trein. En dan stel Joris, hij springt op, trekt aan die nota en met een vol spektakel stopt de trein. Kunt ook nog dezelfde conducteur als het proberen ga je aangerend. Met nog een rooiere bullus en nog mooier ritter. We hebben het verdorie nu weer aan die noodrem getrokken. Zegt Joris, ik... Ik heb nou eens goed nagedacht. Maar de shit van niks der hoofd weet. Luc met die jouw klas een paar dagen nog aan rennen. Onderwege spulspas en een beetje jennen. En dan met een voel was de moes. Want er was een halve cup en die vier ze toes. Even een paar dagen Joris of meneer Joep met zijn geschiedenis. Nou, dit weekend weet ik zeker dat het hier doet, het grootste is. Alaaf! Dank voor deze geweldige buurt. Geef een groot applaus voor Quinn. Je kan nu medaille halen. Ik ben de eerste.
Thank you.
Wie zat, ik ben hier gekomen om u heen te zingen.
mijn team staan. Mimi! Clara, alsjeblieft, jongen, ja! Nee, Mimi, kan ik niet aan je deur zetten? Clara, ik wist hoe dat dan is. Het is 60 seconden! Ga niet vroeg met z'n maken, jongen, ja! Ja, maar ik ga je bent, ja! Kan hij hier niet zitten? Clara, alsjeblieft! Zijn kinderen bij, jongen, ja! Hey, hoe lief kunnen blijven, wa? Sorry, dames en heren. Kleine opschudding. Mimi! Mimi! Clara! Mimi, Mimi! Ik ben in de auto! Moet ik haar aankomen en in kleren? Zeggen ze niet, schwester en Jan, joh? Kan ik dan in de Jans kleren, alsjeblieft, dan? Clara! Dank je. Houd die aan je zaad, dat ze mijn lievelingszusje is. Du hast auch mal eh, Jan. Zet me hier naar auto. Ja, geen toestel, dat is te zeggen, joh. Oh, nee. Die Ik ga met dit beren, ik doe me even de poedel van de homio's. Ja, mevrouw Loes, hoor. Hutendags kan ze nergens meer met boom daar komen, maar dan bent ze vrouw deur daar in kijken. Dus dan maar even leven op reden dat de poedel van de homio's, joh. Ik ga hem even vloedje laten. Wie is dat? Ik ben hier aan gekomen. Mimi! 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 Clara, deur ga ik. Clara! Clara! Dat kind verschiet is nou, nee, dat wist ik zeker. Mimi, dat is mijn chance. Dan wonen een keer aan de auto. Wat dan wonen een keer aan de auto? Die jongen gaat ze niet zomaar, dan wonen we gaan kijken. Wonen we niet? Dan wonen we niet rustig blijven met de auto, dan wonen we gaan kijken. Wonen we dan blijven? Ik ging met die bloemen te zien. Mimi, Mimi, mensen willen kijken met dat. Mensen willen kijken met dat, meneer. Maar du kannst voor je gaan duren, joh. Alle vieze mannetjes zijn binnen. Dank u. Ja, sorry dames en heren, dat ik moet meemaken. Onze familiecrisis. Ik kan hem niet aanzien, mijn schwester. Ik kan u in ieder geval vertellen dat het 2 maanden bloed is als wie het doel ziet. Ik kan die ook in kleven, wa? Voor mij doet u heel Italiaanse met die verzoek. Moel maar. Wie is dat? Ik ben vroeger. Dat ik hier op de buurt ben en dat ik jullie kan verrassen met mijn paranormale stem. Wat? Oeh ja, nee, 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 du gehst toch niet met je mannen, hè, wa? Die paranormale stem. Clara? Sag ik. Kind, du fällt mich hier den? Och nee. Kind, wann ist dich gesagt, wo wir sind? Im Meer. Was hab ich dich gesagt, von mir? Dann klauen sie wieder Raven. Gut, Kind. Geen toen met z'n roze gekomen, wa? Van de auto. Nu steht de auto, maar dan kan je gewoon maar roze mee om de auto af te schließen. Dank je. Ja, je doet. Ja, ik wist het, Joosje, maar. Dames en heren, mijn schwester, wa? Het hoofdwerker van Kerikro. Jeet hij er
even, het kunt erin gat vullen, ja? Het wat? Het kunt erin gat vullen. Ja, de loog heen. Oh. Ja? Niet te vullen. Ja? Jo. Kijk, dan moet ze nu je losse kieken. Jo? Ik los niks kieken. Clara, kijk, dan moet ze het vuur stellen. Ja? Maar geen buur of zo, jo? Kijk. Met ze een daagdekker bijvoorbeeld. In een daagdekker? Ja, in een daagdekker. Mimi, nee. Och, met ze in een automonteur. Oh, een automonteur, wat zie ze daar vuur niet? Het klaar had de ganse dag op de brug. Clara, kijk, dan moet men een ander stem, joh. Ja, maar ik heb maar één stem en dat is de mien. Dingen als een jongen aan, joh. Ik ben zo terug. Och, ja? Ja. Vul het door. Ja. Dank u. En hier dan? Oh, dat is in het droog, hè? Dat is mijn zwester. Mijn god, wat gaat die ook aan de oja? Ging in de buurt, hè? Oh. Hallo. Luister maar, jongen. Ben ik Jaro? Kent op je lijf voor mij in de buurt mag spelen. Oh, ja, ben ik Jaro? Dan ben jij mama, oké? Okay? Alleen dan. From Katnajo, where I met Katnajo, I've been
Even
Ich weiß
dan zie dat hij zo hoest, dat heeft weer niks. Ja, voor de spectaculaire optreden. We are the ones.
Thank you.
Und dann sind wir noch da drüber
in een wok. En dat vind ik ook een commercie van de zoek al het concept, die massa dat is toen wat tijd. Toen was het en de rond aan het juke, juke afbellen. Wat zien we vangen, hoe de zoek je nog dan de war in een jok. En dat vind ik ook een commercie van de zoek. Hier ben Jan met een maat die voor allemaal Duitse liedjes die we kent. We zijn met gezellig met ons met de Duitse maat nu. Op de 11e van de 11e op de Victor Industrie.
En misschien heb je er een eentje door om alles gehuurd. Voor hun doen we zingen. Of voor hun zelf met het jodelen. En dat doen we met ons liedje. Jodel Ido. Ik ben op de klap, ook een beetje aan de kaart. Is er niet meer genoeg? Ben
Oh,
dames en heren. Ik hoop dat je ook genoten hebt van een hartstikke zieke kinderzending. En we zijn nu langzaam voor aan het einde komen van deze middag. En ik wil ook het einde van deze schitterende zending. Deze drie fantastische presentatrices bedanken voor dat ze het deze middag aan elkaar gekald hebben. Jacqueline en Sam, die werd zeker een medaille verdiend van onze fans, Mendes de Leusje. Mag ik vragen, hoe heet, kom maar van verre. En declareer deze dames in die orde voor het fantastische presenteren wat ze deze middag gedaan hebben. Samen met de adjudant van het jeugdprins werden we naar onder begeleid onder de muzikale klanken van de bergwaaide muzikanten in de Witte Marschesterweg. Verder van de jeugdprins Mendes weer wat eraf krijgen. Geef natuurlijk de buur vellen met de rest van de club. Stam, adjudant en ceremoniemeester deze middag. Pak me onder en rol op de schavenleggen. De grote rol van de schavenleggen van mij, Wittemars. Thank you.
deze prachtige stukken werking afgenieuwd. Dus we willen heel erg dankbaar voor de kinderen hier gewoond waar jongeren en jongeren voor ons. Het is een ceremonische uitgezien. Ook alle prinsen op. En ze vragen even die tijd. Worden we eens even komen kijken. En alle oorprinsen. En vullen we nog over onszelf hoofdstuk. Waarschijnlijk wel. In ieder geval, Erik, dat heeft ze fantastisch gedaan. En ze hebben heel erg dankbaar voor. En dat heeft ze van onze jeugdprins. En dus gelukkig de orde in. De medaille in. Zien woensdag veel verdiend. En die geeft ik nu een hand. Goed, stand de losse de band weg naar onder te gleden. En dan vraag ik hem meteen naar boven te horen. De ouders van de jeugdprins en zijn drie deurkjes. De andere stunt hier ook gelukkig. Dus doet het in de weg, doet het. Het is super, hier hoor. Verhoop me.
wat voor op je gaat allemaal gerekend en vanochtend met de jeugdcommissie. Ja, daarmee. Maar ik ben ook altijd een aandachtsvanger vanwege de steek af te pakken. Slaan, bedankt en we zien ons nog, Jan. Prins Mendes Rusten. Nu is het moment dan toch gekomen dat we afscheid van dit mogen gaan nemen en dat we dadelijk in een nieuwe prins mogen bezoeken. Mag ik vragen, Maurice, om even mee te helpen met die ton nog in het midden te zetten? Oké. Okay. Ah, de hulp van de afdeling requisite voor jou zijn. Zet ook een schat wie in de hoofdstoel. Nu. Meer maar eens. Ging het af en toe? Ah, dat kunnen we allemaal goed zien. Dames en heren, jeugdwens Lenders de Rupste wilt met zijn afscheid natuurlijk nog het woord nog even nemen. En dat klinkt er nu de kans voor. Lenders, het woord is aan dit. Ja, wie zorgt dan? Nog prins Lenders de Rupste. Wat wil dat doos van jou? Ik heb een hoop uitgemaakt, maar dat zal ik niet meer doen. Vertellen allemaal, dat hebben de kinderen lezen in de schouwlaar gezet van de bouwwijk Vitruc. Maar aan alles kunnen eind. Verder dat ik voor afdraaien wil ik nog een paar dingen bedanken. Ten eerste wil ik mijn papa en mama bedanken. Daarom ben ik prins geworden. Ze hebben mijn droom werkelijkheid gemaakt. Die met vuile dingen geholpen hebben. Ook prins Roger en prinses Pien willen bedanken. Ze gingen immer samen met mij ver in de Polonaise. Ook een dankwoord voor de stand, mijn adjudant, die elke keer dat we weg moesten, een kwartier van te ver door om mee op te jagen. Daarom wil ik hem ook nog een klein klingigheidje geven. Ochter Matthijs, hoe ik nog een paar weken met haar heb gekend woord gehoord, en dan kan ik het schermen. Voor de rest wil ik ook iedereen die hier is bedanken. Zonder u wordt dit geen topje geweest. Ik wil mijn opvolger, opvolgers, een junior wintje. Samen met de goede prins Matthijs. Blijf vooral gek door en laat de middelkant van niet kapot gaan. Dan ben ik 3 Allah, voor de schavelaars en schavelaars van mij. Allah. De schavelaars en schavelaars, Allah. Thank you.
anders. Het moment is nu dan toch eindelijk gekomen. Voor dit natuurlijk. Een zo'n moment. Maar de zijde in te wachten, weer alle pauze goed gekomen. Dus dat kan ik je al vertellen. Verder bij je. Mooi volgen. Annemaries, een dichte muts af te pakken. Onze Ierenvorst, Frans, politiek volgen. En we zien ambtsketen af te nemen. En dat is er al langzaam met middelprins het weer. En dan als laatste het symbool van die macht. En voor de klein schavenaartjes en meer. De zetten en die mogen ze aan die groeien. Wil ze nog even vasthouden? Wat doen we? Helaas, ik zal het niet toch moeten afnemen. De scepter van mij.
Want dat heeft er mee, de je prins of de neer uit je land. De pap Shelley kwam te man horen en het brugje van prins Damien. Wint u maar.
En we hopen natuurlijk dat we een fantastisch jaar gekregen. Samen, hier gaan we om met Prins Damien de Lusche als middelpunt. Met hem voor lunch nog Prins van maken. En dan doen we voor te beginnen met de Prinsen medaille. En dat is de taak die is weggelaagd voor onze Erevorst. Erevorst Frans Kommenveur. En dan de jeugdprins, de medaille die bij zich functie heeft. Dan de munch. Nee, dat geeft het voor nog. Dat. Dit van de jeugdcommissie. De Tom legt hem er kiepen aan mij. Dat is die taak voor de jeugdprins van een prinsenmatch te voorzien. En dan ontbreekt nog één ding. En dat is de scepter. Het symbool van de macht in de carnaval in Meer. De scepter van de jeugdcarnaval. Damien, die gaat dit doen, overhandigen. Draag hem met waardigheid, want dit is verhoop in de Meerder carnaval van de jeugd. Alsjeblieft. Hier staat er dan voor gans compleet. Dames en heren, mag ik voorstellen, Prins Damien de Lusche. En die prins heurt natuurlijk ook met de prinsenproclamatie. Ja, dat geeft ze al. Kregen ze aan. Oh, we beginnen zelf met de prins zo, want ik heb begrepen dat we dat samen gaan doen. Jeugdprinsenproclamatie 2015. Delegatie van alle vaste Norbert-gekskes en gekkinnetjes van mij is benoemd en aangesteld tot Jeugdprins Carnaval 2015 in het Schavenaarriek boven en onder mij. Schavenoren, Schavenianus, voetballeriërs, DJ-ariërs, carnavalisticus, Damien, Johannes, Marius, Prins Damien de Lusche. En de prins kan zelf zijn 11 punten voorlezen van dit vastenavond. Ten eerste, mijn vestingstijd om de Sint-Lambertusstraat. Die kinderen niet missen als die langs gaat. Ten tweede, ik ben goed hertelske van boven en meer. Maar bovenal ben ik prins van Gansmeer. Ten derde, ik ben studentje in Gulpen aan de benadeschool. Maar in plaats van te leren, maak ik vanaf nu veel plezier en lol. Ten vierde. Van mijn broers, Camille en alle meisjes ben ik beschermier en dat doe ik met heel veel eer. Ten vijfde ren ik nu even niet bij BMR achter een bal, maar leef me goed met de carnaval. Ten zesde. Ten zesde. Verrug te mogen staan, heb ik veel van gedroomd. En lang gehoopt, dus gang er maar van uit dat ik de Polonaise verrug loop. Ten zevende. Van carnaval weer zit me in het bloot. Met zoen, pap en mam kunt dat immer goed. Ten achtste.
Al gaat er net met de optocht met, geneet dan langs de kant en schoen komt met. De negende. Ik drink ice tea en geen beer. En tot hup, weer met z'n allen veel plezier. Ten tiende. Met deze dag kunt weer veel plezier maken tot de pap en mam. Voor mij gaat daar een eind aan maken. Ten elfde. Ik ken niet super platkallen, maar deze carnaval gewoon ik samen met u op zijn meerder flink knallen. Dan prins Damien, nog eens prachtig gehoord. Zullen we toe aan die eerste officiële plichtplegingen. Dit is een aantal u decoreren en uiteraard begint ze met die eigen ouders. En dat als allereerste wordt die vragen om te decoreren in de pand, Mark. Gedecoreerd wordt. Nam dus, mocht ik naar vragen, ex-jeugdprins 2015-40 te laten decoreren voor zijn kerstverse prins Damien de Russe. Dan mocht ik naar voren vragen onze Ierevorst Frans en mocht de manier van de nieuwe jeugdprins in ontvangst nemen. Vervolgens de leden van het jeugdcomité, Maurice, Tom, Marleen en Patrick, kom naar voren, wat de eredochter medaille van de nieuwe prins Damien de Russe verdient. Gastverenigingen doen. De Schavenerk is voor mij nog regelmatig die gasten. En die zijn doen, die bij ons de meer en dat vinden we hartstikke ziek. Daar wil ik graag veel bedanken. Wat voor beginnen wie onze buren, we zijn allebei buren. De buren op de oosten, de boemenerkjes van de Bannet. Wil ze gewoon nog filmen? Nee, de wijze, nee, dan komt iemand met de Bannet. Nou, zo. Zij dan, hè? Prins Damien, officieel jong. Dich, we staan op de wagenwiels komen worden, hè? En ik zeg, hè? Helemaal gewoon houden met Paul samen en Ruud. De Ruud zei er tegen. Ja, dat zal niks zeggen, wel net wachter. Ik hoop dat ze een chic vindt. Ja, ga het om de deur. Dankjewel. Jos, veer de jeugdprins van de King. Dit is een beurige honig. Dan zei ja, maar Marco. Dat Jos zijn op de buur bij de receptie. En hij zei, dan word je een boemeleer daar. Bij de voetbalzitting. Ik ben toch een boemeleer, hij zei er. Dat is wel een opmerking die je moet voor even delen. Prins Damien ook nog officieel jong. Dank, geniet ervan.
En ja, dat zal zeker goed komen, dicht verhoop. En ook Palleman, proficiat, ook namens de buren goed gewonnen. En dan goed van dicht met decoreren in de orde van de boemeleerders. Dankjewel, boemeneren van de band, boemenerkers, moet ik zeggen. Inderdaad, de hupsgeleden gisteren op de receptie in de band, heb ik er ook even gevraagd. Even in de band worden om geen boemeneren te zien. Maar jullie vriend van de Wokkenerato, en dat had zich ook uitdrukkelijk laten zien. Dat had een oude groot gemak, want hij had een goede rond van de band meegehouden. Wokkenerkers van voeren, heel hoog, hartstikke geschikt dat er hier wordt. En ik vind het, ik zal het horen toegeven aan de echte van voeren, ik zal het even van u vertalen. De kids doen spieken goed. Hey Osvier, komen hier aan de Stasaar op om hier spas en plezier te maken. Samen met u, Oskar houden van mij. En Damien, ik wens dich een heel fijn carnavalseizoen toe. Samen met onze jeugdprins, Jason de Eerste. En papa heeft verrekte schoot kunnen zwiegen op het werk. En dat gaan we nog te groot, denk ik. Jos, ik hoop te zich met die ganse bende van de hier. En van prins Damien. En van uw goede prins. Vuist vast en plezier goed maken. Een ganse seizoen lang. En dat mag vrug ook. Wat druk verwachten bij ons. En mag het al over. Even gezellig als het hier op het is. En drie begraven met een drie treinen. Meer. Dankjewel. Mag ik vragen aan onze vriends Damien de Rusten, een Europrins, Jason de Rusten te decoreren en zingen ons al. De hoogste gaat ze nog van Pieter Schavelaar van Heer Friedrich. Dus je hoort een beetje van Loet gehouden, dat zou de Schavelaar zijn. Dus kom ook even af, hè, want het is uiteraard ook een decoratie van onze jeugdprins. Dan, dames en heren, wil ik volgen aan prins van Thijs. Kom ook even op die stoel. Dit is uiteraard ook een medaille voor onze jeugdprins Damien de Rusten van Deergoed Lucht Wien, de vaste naam van de meer. Gaan smaken. De ene van de groeten en de andere van de uitschakelen. Kom maar vanaf heel Lucht Wien. Dames en heren, hier kunnen we mee doen, dat is carnaval. Ja, Prins Deken, natuurlijk niet te vergeten, de mate wat de elegantie zit in kan. Er moet natuurlijk ook gedecoreerd worden. Wil ik vragen om onze grootste Jos ook te decoreren in de orde van dit. Dames en heren, zijn we langzaam aangekomen aan het einde van de schilderzitting. Ik hoop dat u heel goed geamuseerd hebt. Het doek geeft aan u toe. Dat je voor ons en de jeugdprins de loterin doen, de trekking van de loter. Misschien dat de prins Matthijs er ook met kind assisteren. En dan ook is gelegenheid om de jeugdprins Damien de Rusten te feliciteren. We verder kunnen doen nog één keer een heftige alarm van prins Damien de Rusten. En dan vindt de bas, nu nog, en dan geven we het ook toe doen, en dan geven we de prijs ook heen.
Prins van Thijs en jeugdprins Damien de Russen, die we doen. We waren weer die prins, die prachtige prins, die binnen hem nog heen. Voor beginnen uiteraard weer de hoofdpersoon van deze avond, jeugdprins Damien de Russen. Prins van Thijs. Groen. Dan mocht meteen de prijs nog aanvoeren als er prijs wordt. De nieuwe adjudante van de nieuwe jeugdprins, Esmee. Aan deze volgende woord. 708 Geun. En Piet. Piet is de hoofd, dus de prijzen Piet. En de laatste is van Prins Matthijs de Russen. Blauw. Ja, dat is een beetje paars eigenlijk. Van die vervoeren mof. 818. Kinderen, ze komen aan voor u. Wie nog Piet? Wie nog prijzen Piet van ons? En dan wil ik u allemaal bedanken dat u hier hoort. Met name ook de vijf mijne muzikanten voor de muzikale omlijsting. Heer allemaal dat u hier hoort. En nu is het moment dat er uw felicitaties kind komen overdragen aan Prins Damien de Russen en zijn ouders. Thank you.